van die eerste oomblik dat ik 12 uur kop gezien het op Swellendam, heb ik mijn versier daarop gesteld om nog een dag daar die kop te gaan uitklim. En so doen die geleentheid om voor die 20ste November 2021 samen met mijn dochter Esther en haar drie seentjies, Francia, die oudste, en dan die tweeling Benny of Benjamin en Dirkie. Het was een unieke, wonderlijke dag. Ons het aanvankelijk gemeen om net te klim en die klim te geniet. En hoe verder ons gevorder het, hoe nader het die kop gekom en het ons besluit, welkom ons klim daar die kop uit vandag. Die seuns het goed gevaar, niks bang nie, dapper, sterk, volmoed en ons het geklim. Die omgeving is absoluut asemrowend. Daar op die verte sien jy die windlaaiers. En hier is een prachtige blommetjie. Daar is die aanduiding van 12 uur kop waar een ander pad aansluit. Blommetjies langs die pad afgeneem. En jy vul jou longe met die skoonste lucht teen daar die berg daarop. Daar is die 600 meter merk bereik. En die kraanse prachtig, wonderlijk. Die planten groei ongerep, ongeskonde. Esther is die fukste onder ons. Daar is iets wat ons niet kon eien nie. Prachtige protea. Proteas is volop langs die pad. Nog blommetjies afgeneem. En daar klouter die mannetjes so fiks en so dapper. Ek moet my na COVID longe en voete het zwaar gekry en by geleentheid moes ek kort stop en later het ek selfs gedink ek kan nie meer nie. Maar Esther se glimlaggies en koortjies wat sy sing langs die pad het my eenvoudig net aangemoedig. Daar is een zoom op die landskap daaronder. Daar speel ek vir al Lady Bergen nog so blou op die mondfluitje en die kinders luister terwyl ons 'n ruskansie vat. Daar het ons die 1000 meter merk bereik en ons kyk weer van bo af en ons sien vir Swellendam daaronder lê. Die prachtige landskap is net asemrowend. Loof die Here. Daar sien ons vir Tafelkop en die vensterbank aan die rechterkant. Esther, my dochter, wat nie as 'n teken toon van moegheid nie. Kyk net al daar die wandelpaaie, wat is daar onder sien. Weer eens Swellendam op ingezoom. Die prachtige landskap, die blommetjies, die varings. Daar is een soort riet wat daar bo op die berg staan. Daar het ons bo op die berg gekom. En daar sien ons nou die landskap aan die achterkant. Daar staan die manne en die dochter so fiks en so dapper en ons nader die plek van 12 uur kop. Het is bo op die berg, dus aan die achterkant en ons sien die landskap ook daar. Prachtige berge aan die achterkant, kraanse, kloove. Dis op die vensterbank geneem daarie, van die een kant naar die andere kant, daarie is 12 uur kop. Boop is een baken wat de mens nou nie kan sien nie, maar as jy nader kom, sien die mens dit wel. Daar stap ons op die vensterbank, daar is een koue luchtstroom wat daar oorvloei. En daar sak ons af naar die andere kant, weer die berge aan die achterkant, aan ons rechterkant wat ons daar sien. Daar ver toering een berg uit. Alles nog berge aan die achterkant van 12 uur kop. Berge aan die achterkant. Daar is ons boe op die kop en Esther neem een foto. Sy glimlag, maar ek is moeg. Daar is een trommelkie op die baken en in die trommelkie is daar een tappeware houer met twee boekies waarin aantekeningen gemaakt kan word. Een boekie was al vol en ons het die derde inskrywing gemaakt in die tweede nieuwe boekie. Daar is my broodjies wat ek geëet het. Daar is ons bezig om te eet en die kosties te geniet. Hier het ons een foto van ons allemaal saamgeneem vanaf een drie pootje wat ek saamgeneem het. Die wolke het begin instroom en die kop begin het bedek en ons uitzicht belemmer.
maar dit was geensins gevaarlik nie, was nie te donker gewees nie. Die aftocht het begin, gelukkig is het hierdie keer afdraand. Verstommende plante groei en hoe mooi staan het daar. Daar sien ons 12 kop nou weer van onder af bedek met wolke. Oranjebos suikerbekkie nogal redelijk oogboog gekry. En daar lê ek van moegheid. Benny help tyd hou en boots vir oupa na. Dis wind of water erosie. Laaste ou blommetjie, nog so 'n mooi landskapie. En daar het ons reis voltooi, ongedeerd, loof die Here.